Wel een heftig gesprek, ja, volledig in het Noors, maar wel een heel goed gesprek en een heel ontspannen gesprek vond ik het ook, want we hebben een hele hoop gelachen en dat was wel super cool eigenlijk. Ja. Ze willen ons graag helpen en bij hun, dus dat wordt een betere actie. Precies. Rustig hier. En kijk hier. De gardenerie. Wat ben je aan het doen, Helen? Nou, zorgen dat we straks een duifje kunnen eten. Dat is een hele moestuin wel. Het is vandaag heerlijk weer. Echt weer om naar buiten te gaan. De sneeuw is zo goed als weg. Kim en ik zijn bezig met het poten van de kleine plantjes. We hebben bakken gevonden in de stal. Die hebben we gevuld met stro, planken, wat aarde. En hier zit inmiddels de prei in en een uitje. Nou, de vogeltjes die fluiten heerlijk weer. De lente is hier echt begonnen. We zijn op weg terug naar huis. We zijn bij de boekhouder geweest in Sherwoodham, een plaatsje bij ons vandaan. We hebben met de boekhouder besproken wat voor ons de beste rechtsvorm is om een bedrijf te starten. Nou, deze meneer die dacht heel goed met ons mee en heel fijn. Hij kende de gemeenteambtenaren ook, dus dat geeft echt wel een goed gevoel. We gaan een feestje vieren. Wat hebben we op de post ontvangen net? We hebben heel veel van de schatdaten ontvangen. En dat zijn allemaal nummers. Nou, dit was echt een super belangrijke stap voor ons. Alleen maar goed zo. Dus we gaan nu ook een bedrijf starten. En we gaan een bankidee maken. En we gaan van alles gaan we doen. En we gaan het samen doen. Niet tegen de ramen. Niet tegen het plafond. Want we zitten in een huurhuis. Sparkling water. Niet op Aska. We gaan op ons proosten. Cheers. 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 Hey, skull.